een nieuwe video en welkom bij deze bijzondere setup. Zoals jullie aan de titel hebben gelezen, gaan wij vandaag racen met een stuurtje. En jullie hebben hier heel lang naar gevraagd, want Dennis, ga een keer een stuur aanschaffen. We willen video's zien met een stuur. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga eens even contact opnemen met Trustmaster. Heb ik gedaan en zij waren zo tof om mij een stuur te sponsoren. Dit is de Trustmaster T150 Pro. Mocht jullie geïnteresseerd zijn, zal ik hem proberen te linken in de beschrijving. Maar ik heb hem nog niet heel veel gebruikt. En dat is simpelweg omdat ik van alles heb proberen in te stellen eerst. Want je kan natuurlijk heel veel dingen instellen voor het stuur zelf. Maar ook in Forza. En dat blijkt nogal een gepuzzel te zijn. Als het goed is, heb ik het nou maar een beetje werkend gekregen. Wat je ook kan zien trouwens, ik zit momenteel op een andere stoel. Mijn bureaustoel werkt niet, omdat als ik de koppeling induw, dan doe ik mezelf naar achteren. Dus ja, ik heb hier en daar wat moeten knutselen. Maar als het goed is, is het allemaal werkende. Zoals je ook kan zien, zitten we momenteel in de sneeuw. Is niet echt de makkelijkste manier om gelijk zoiets te testen, maar ik kan er niks aan doen. Momenteel ligt de sneeuw. Wat in principe wel erg tof is, is dat er momenteel een event is voor Subaru's versus Lancer, denk ik. Ik weet niet of het exact Lancer was, maar in ieder geval Subaru's. Dus vandaar dat ik al een Subaru heb gepakt. En dat is dit inderdaad. Subaru versus Lancer. Best mates. Ja, dus daar gaan wij zo meteen eens even aan deelnemen. Ik heb nog niet echt gereden met een stuur. Ik heb net een klein beetje natuurlijk getest en gedaan en zo. Ik vind het heel erg irritant. Ik vind het heel raar om met flippers te rijden. Omdat ik gewend ben natuurlijk gewoon handgeschakeld. Gewoon met een pook, weet je wel. Alleen nou, ik weet niet. Ik vind het heel raar om met de linkerhand te moeten schakelen. Dus dat zal waarschijnlijk wel een dingetje worden. Maar dat komt allemaal wel goed. En ik rijd natuurlijk geschakeld en de koppeling en alles. Ik heb wel de difficulty wat omlaag gezet. Simpelweg omdat ik weet van mezelf dat ik dit nou echt... Dit kan ik nou niet op hoogst niveau gaan doen. Daar zullen wij weer even moeten leren. Maar dat komt allemaal goed. Ik zweer het je. Ik reed net de verkeerde kant op. Dus ik denk ik draai om. En dan reed ik weer de verkeerde kant op. Maar ja, we gaan eens even kijken of we deel kunnen nemen aan het event. Ik zal komende tijd sowieso meer video's opnemen in het stuur. Sowieso natuurlijk wat Forza video's. Maar ik zat er ook aan te denken om misschien binnenkort Dirt te gaan proberen. Want Dirt is wel echt een van die zieke simulaties. Die ik heel graag met een stuur wil proberen. Dus we zullen zien hoe dat gaat. Het is zo raar om deze game nou met een stuur te spelen. Voornamelijk omdat ik deze game zoveel gespeeld heb met mijn controller. En ik was er op een gegeven moment best wel goed in, vond ik zelf. Alleen dan nou, ja, met de stuur spelen is het gewoon een compleet andere game weer. Ik moet het weer helemaal opnieuw leren. En dat klinkt misschien een beetje raar. Want ja, weet je, ik heb een rijbewijs en ik kan wel auto rijden. Maar ik rij sowieso weinig auto. Maar ik rij ook geen 140 op een landweggetje bijvoorbeeld. Snap je? Dus voor mij is dit ook allemaal even net wat anders. Ik dacht dat event veel dichterbij was trouwens. Dat is best ver weg. Oké, we gaan deelnemen. Lancer versus Evo. We pakken dus de Lancer nou. Misschien hebben we zometeen een beetje afwisselen. Maar we beginnen met de Lancer. So, even though it's freezing out there, we've still got loads of people breaking the weather to watch this season. Het zijn al de drie events, hè? I don't suppose that has anything to do with you, does it? Wat? Ik moet kiezen uit deze twee. Waarom mag ik die andere Lancer niet gebruiken? Oh, die is getuned natuurlijk. Die is overleveld. Ah, oh, dat is flauw. Ik gebruik ze allebei. We beginnen wel eerst even met de Subaru. Omdat ik toch in de Subaru zit. Dan gaan we dadelijk die Lancer pakken. Dat vind ik zo flauw. Ik wilde expres die Lancer gebruiken met die blob eyes. Maar nee. Mag weer niet. Het mag weer. Het is ook aan het sneeuwen, zie ik. Ik weet trouwens niet of deze audio goed is. Ik heb een lavalier mic. Misschien dat ik die voor de volgende video gebruik. Maar dit is echt voor mij ook een pure test. Gewoon kijken hoe het klinkt, hoe het werkt. Of ik überhaupt al een focus ben. I don't know. Het is allemaal één grote test. Maar daar komen wij wel uit. Oké, here we go, boys. Here we fucking go. En dan hoop ik wel dat we nou gaan winnen. Het zou heel erg gek zijn dat ik nou ga verliezen. Ik moet wel zeggen, deze is gelijk een heel tikje trager dan die Sophie die we net hadden. Dat is een wereld van verschil. Jezus, was je ding traag. Ik zal trouwens zometeen ook cockpit rijden. Maar het leek me wat leuker om dit te zien. Zelf als ik video's kijk, dan zie ik liever third person dan cockpit view. Maar ik moet zeggen, als je met de stuur speelt, dat cockpit view wel wat fijner speelt.
Waarom is het een off-road race? Goddammit. Het is ook geen lange race, al 31%. Nou, niet dat we heel veel tijd nodig hebben. Simpelweg aangezien wij toch al 5 rijden. Kijk eens aan. Ja, ik zou een klein beetje lelijker moeten spelen dan normaal. En er zit hier een mug binnen. Kun je even alsjeblieft weggaan? Het is wel handig, hè? Letterlijk en figuurlijk. Ik kan nou gewoon met één hand rijden soms. Ik zal een beetje oppassen dan met dat schakel, maar. Hier. Hey, het kan gewoon. Ideaal. Ideaal. Het zal elk moment toch moeten gaan gebeuren, jongens. Ik wil de championship wel winnen. Ik weet niet wat je krijgt als prijs. Volgens mij een emote. Dat is het minst nuttige wat je kan krijgen. Oh, ik heb nog liever kleding. Oeh. Oeh. Come on. Ik ken deze baan. Dit is de laatste bocht. En dan heb je een eindsprintje. Come on, Soepie. Laat zien wat je waard bent. Oh, nee. Nee. Come on. Ik kan er zo mooi langs je kunnen. Ik had er zomaar langs kunnen als ik er niet tegenaan reed. Wat vind je eigenlijk van mijn nieuwe outfit? Heb ik nou volgens mij al 3 keer op rij gezegd in de laatste 3 video's. Ik vind het oprecht wel een vette outfit. I like it a lot. Oké, waar mogen wij nou naartoe? Wij moeten naar... Oh, dat is de verkeerde knop. Die. God, dat is... Come on, die knop, juist. We hebben een race in de stad. Dat is sowieso geen offroad. Dat ziet er best wel uit als een toffe baan. Daar heb ik wel zin in. En de laatste race zit hier, oh. Aan het water weer. Ja. Ik wil naar de stad toe eigenlijk. Ik heb zin in een stadsrace. En we daar eens heen. Deze race gaan we doen met... Waarschijnlijk de Mitsubishi. En de laatste race... Die gaan wij doen cockpit view. Met welke weet ik niet. Misschien de Mitsubishi, misschien de Lancer, maar net wat mij beter bevalt. Dit is de perfecte manier om je rijbewijs te halen. Je gaat gewoon deze game spelen en je gaat je gewoon aan de regels houden. Nou, regel nummer 1. We gaan niet achter een strooiauto rijden. En ook niet zo inhalen, maar deze ene keer zien we het van de vingers. Ik vind het wel lekker dat ik gewoon met één hand kan rijden. Dat vind ik oprecht genieten. Gewoon lekker een beetje chillen zo. La 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 la. Hey, door jij, maf Kees. I like this. Gewoon een beetje toeren, een beetje genieten zo. Ja. Ik zal hier geen records meer neerzetten. Speed is een record. Dan weet je wel. We gaan het even gasten. Oh, dat was een season objective. Misschien hebben we zo meteen wat season objective. Seasonal objectives kunnen doen. Maar we zien wel. Zo, we zijn er alweer bijna. Ik zal trouwens proberen om misschien in de toekomst een andere camera setup te doen. Misschien 2. Ligt een beetje aan. Het is lastig, want ik heb 1 camera ten eerste. Ik heb webcams. Maar dit is allemaal tijdelijk. Want binnenkort gaat alles veranderen. En tegen die tijd dan zal ik misschien wel wat tofs kunnen regelen voor een stoel en alles. Maar voor nu zullen we het hier even mee moeten doen. Ja, continue. We gaan nou dus voor de launcher. Hij is trager dan die. Maar alleen de launch en de acceleratie is hoger. Boys, zijn jullie klaar voor race nummer 2? Ik wel. Ik ben benieuwd welke beter zal zijn. Die Subaru van net of deze launcher? Moet ik zeggen dat ik deze Lancer mooier vind dan de Subaru. Ik vind die nieuwere modellen persoonlijk niet zo mooi. Volgens mij is dat die hier voor ons rijdt. Ik vind die oudere mooier. Ook al had ik wel liever eigenlijk een Subaru gehad. Want ten eerste, ik weet niet, de Subaru's rijden zo goed. En de tweede... En dit is volgens mij een race met iets langer rechte stukken dat ik net heb gezien. Dus dat zal waarschijnlijk de Subaru beter zijn, aangezien die iets hogere topspeed had. Dat was niet veel. Het scheelde niet gek veel. Oh, deze is zo fantastisch. Hallo. Goddammit. You son of a bitch. Kijk, deze hatchback die hier voor ons rijdt. Dat zou nice zijn. Die had ik graag gebruikt. Alleen ja, nogmaals. Overlevel. Ik kan niet begrijpen
dat iemand het in zijn hoofd kan halen om die gewone spoiler van die Subaru af te halen en dat ding op te gooien. Ik weet niet of jullie kunnen zien wat erop zit. Daar zit zo'n Carbon Fiber Aftermarket spoiler op. Echt, waarom zou je in hemelsnaam dat doen op de Subaru? Er zit al een mooie spoiler op. Maar nee hoor, meneertje besluit om hem eraf te halen. Dit is trouwens onze kans, denk ik. Nee, we zijn veel te traag, man. Helaas. We zitten wel eens op de helft van de race, dus we hebben nog meer dan genoeg tijd. En ik denk dat we hem ook wel zo meteen voorbij gaan komen, gezien dat ik toch wel duidelijk inloop. Kijk, oh. Ja, we rennen wel voorbij. Ook al weet ik niet of die auto sneller is eigenlijk. Want volgens mij zijn we redelijk nek aan nek. En dit is een sprintje. Dus het gaat nou echt puur om snelheid. Ik weet niet of ik kan draften. Volgens mij niet echt. Nee. Binnenkant bochtie. Nee. Come on. Ik moet er aan de binnenkant langs. Laat me er langs. Ah! Dit is de ijssprint, jongens. Laat me niet in de steek. Lancer. Of Lancer. Ja, Lancer. Ik niet twijfel even wat. We rijden de Lancer. Dat was spannend. Dat was spannend. Ik weet niet hoe het zit met de telling. Of die Binky net eerst was geworden. Ja, we staan nou gelijk. Dus ik moest hem inhalen. God damn. Oké, nice. We staan een gedeelde eerste plaats nou. Laatste race. Daarin is het drop of ronder. We moeten er winnen, hè. We moeten er winnen. Gaat ons lukken, jongens. Wat denken jullie? Voor de laatste race moesten wij volgens mij richting... richting mijn kasteel gaan. Aan het water. Volgens mij was het daar. Open ik de map. Zo, juist. Ja, we moeten hier naartoe. Oh, daar zijn we letterlijk bijna. Kijk, we zijn hier geëindigd. Dat is perfect. Kunnen we mooi doorrijden. En dan hoop ik de laatste te kunnen winnen. Het zou een beetje flauw zijn. Als ik nou... turn sharp left. Als ik nou zo faal, hè. Dan moet ik alles weer opnieuw doen. Het zal niet de eerste keer zijn. Het is me al eens eerder voorgekomen. Ik zit er ook nog steeds aan te denken om een van die challenges te gaan doen. Maar ik denk niet dat we het gaan doen. Want, ja, oh, ik ben er al lang. Dat was het ding. Yikes. Maar ik denk niet dat wij, dat we nog van die challenge gaan doen. Dat zullen we waarschijnlijk wel in een andere video gaan doen, whatever. Oké, okay, continue. Dat is niet... Ik moet echt nog steeds een beetje wennen aan de knoppen. Nee, dat is niet... Dat was het... Die. Nee, dat is die. Nee, god. Die. Drie keer scheepsrecht. Laatste race. Yup. En... Ja, nogmaals. Ik wil iets anders pakken. Ik heb geen keus. We gaan nou wel cockpit view doen. Dus dat wordt interessant. We hebben ook volgens mij twee verschillende om uit te kiezen. Je hebt er eentje dat is dat je het stuur ziet en eentje waarbij je het dashboard ziet. Ik weet niet welke fijner zal zijn. Dit zit echt voor geen meter, jongen. Dit is echt zo'n laie sofa. En niet echt ideaal voor een goede houding voor je simulatie. Maar ja, het is wat het is. We gaan nou trouwens cockpit 4 gebruiken. We hebben deze. We hebben er nog eentje meer, dat is deze. Ik denk over het algemeen dat deze waarschijnlijk fijner is. Dat je hier toch iets meer ziet. Minder afleiding. Maar wij gaan deze hanteren. Het is waarschijnlijk voor jullie de leukste om te zien. Ik denk dat dit een persoon is waarvoor wij moeten oppassen. Daar links. Klopt dat? Dit is Brian Cross. Ik zie daar weer die verschrikkelijk lelijke spoiler. Dus ik denk misschien is dat Binky. Maar dat is niet Binky. Dus de vraag is, waar is Binky dan wel? I don't know. Oh, let niet op mijn off-road kunsten. In principe hoef ik het pad niet te volgen. Het is off-roading, dus ik kan over off-roaden waar ik maar wil. Oh. Waar is Binky? Ik zie Binky niet rijden. Ik gok dat hij dan 1 of 2 rijdt, want er staan geen namen bij. Maar dat is wel een andere auto, volgens mij. Waar is Binky? Binky is nergens te bekennen.
Large burrito. Zo heet deze dude naast mij. Sorry. Niks persoonlijks. Je kunt trouwens soms horen wanneer ik niet correct schakel. Want dan hoor ik... Dan heb ik de koppeling niet helemaal goed ingeduid. Het zijn allemaal dingetjes, jongen. Daar moet je even aan wennen. Ik voel het toch allemaal net wat anders. Oh. Scherpe bocht naar rechts. Oeh, dat scheelt weinig, jongen. Dat scheelt echt weinig. Ik zag die bocht niet aankomen. Is het weer een offroad pad? Ja, hè? Ja, dit is offroad. God damn it. Nee, yes, we hebben weer eindelijk een beetje harder weg. Badoop. Ik vind het op zich wel fijn dat je in first person die spiegel hebt. Dat je ziet wat er achter je gebeurt. Want ik weet niet of jullie het is opgevallen, waarschijnlijk wel. Maar als ik normaal speel, dan kijk ik heel vaak achter me. Dat is volgens mij tot irritant toe soms. Want als ik mijn video's terugkijk, vind ik het best irritant. Maar ik wil altijd zien wat er achter mij gebeurt. En in cockpit view heb je natuurlijk een spiegeltje. En dan kan je mooi zien wat er achter gebeurt. Ideaal. Ja, hier is alweer het einde, jongens. De eindsprint. Er is niemand te bekennen. Niemand te bekennen. Met losse handen over de finish. First place, baby. Waar was Binky? Binky was laatste? Yo, wat? Hoe dan? Ik mocht letterlijk overal eindigen. Zolang ik maar geen laatste zou worden. Eén laatste zou ik alsnog volgens mij kampioen zijn. Dat weet ik trouwens niet. Het kan zijn dat het iets anders zit. Maar ja, we hebben in ieder geval gewonnen. We zijn wereldkampioen, jongens. Bij deze. Bevestigd. We krijgen dan een nieuwe emote. Nou, die emote boeit mij niet gek veel. Jullie waarschijnlijk ook niet. Maar dat is hem. Wacht, best mates. Dat is niet eens een nieuwe emote. Die had ik al. Ik denk dat is een nieuwe emote. Maar die heb ik al. Die is niet nieuw. Dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig. Nou moet ik het ook zien ook. Rechts. We gaan naar... Festival. Volgens mij is best mates geen nieuwe emote. Outfit, emotes. Kijk, dit zijn al die emotes die ik heb. Ik heb zelfs best mates. Die had ik al geëquipt. Ik wist dat die niet nieuw was. Ja, want ik heb er twee. Ik gebruik best mates en ik gebruik de dab. Waar is de dab? Kijk, daar is de dab. Victory. Ik wist dat ik die gebruikte. Oké, okay, nou ja. Weet je wat? We gaan vanaf nu de Karate Master. Die is wel... is wel cool. Wat hebben we nog meer? De Chicken Dance. Nee. En we hebben de... Shimon! Die is ook wel cool eigenlijk. Ah, ik ga voor de Karate. Zo. Nou, ik ga nu voor jullie de video beëindigen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze... nieuwe Forza video met het... Trustmaster stuurtje. Ik wil natuurlijk ook nogmaals Trustmaster enorm bedanken voor het opsturen van dit stuurtje. Super tof. Misschien dat we in de toekomst gaan uitbreiden met een shifter en misschien een handrem voor driften. Hey, dat zou een vet idee zijn. Maar we zullen eerst eventjes hier aan gaan wennen. En ja, ik hoop dat jullie genoten hebben. Vond je het nou leuk? Laat sowieso een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houden we.